Mounir El Alouchi. 11 punten uit de laatste 6 duels voor NAC. Kunnen we zeggen dat NAC op tijd in vorm is? Ja, je kan inderdaad zeggen dat wij goed bezig zijn de laatste wedstrijden. Maar goed, ik denk dat je zondag een hele belangrijke wedstrijd hebt. Als je die wint, maak je een hele grote stap. En dan is de reeks denk ik compleet. Omdat je dan hele lastige tegenstanders krijgt natuurlijk. Maar je kan inderdaad zeggen dat we een goede vibe te pakken hebben, ja. Nou, kun je die goede vorm verklaren? Is het gewoon de puzzelstukjes die in elkaar vallen op het moment? Nee, ik heb het ook vaker gezegd van we hebben gewoon een goede ploeg. Heel vaak hebben we ook pech gehad. En je kan zien dat we de laatste wedstrijden wat geluk hebben. Met goed voetbal natuurlijk ook. Dus ook wat minder voetbal. Maar je ziet dat wij als wij ook wat minder voetballen, wat minder kwaliteit hebben op dat moment. Dat wij toch de punten binnen sprokkelen. En dat is toch wat voorheen niet was, zeg maar. Dus dat is wel lekker. Ja, je bent een van de spelers die eigenlijk al het langst meeloopt bij NAC. Dat betekent ook dat je 2 edities misschien niet helemaal bewust hebt meegemaakt of in de selectie zat, maar 2 edities van Rode JC. 1 enorm hoogtepunt en 1 enorm dieptepunt. Kun je daar nog iets van herinneren van een van die 2 wedstrijden? Ik kan me de thuiswedstrijd nog goed herinneren. En dat was geen pretje. Dat was niet fijn. Op zijn zacht gezegd, denk ik. Maar goed, dat is voorbij. En toen zat ik op de tribune. Ik had niet in de selectie, maar dat was pijnlijk natuurlijk voor heel veel NAC, voor iedereen die iets met NAC te maken heeft. Dus ja, maar dat is gelukkig voorbij en nu zijn we in een hele andere situatie, denk ik. En Roda speelt ook voor zijn laatste kans, denk ik. Tenminste, een van zijn laatste kansen, omdat zij toch er niet geweldig voor staan. Dus ja, ik heb er een goed gevoel over voor ons. Ja, voelt het ook alsof Rode JC toch wel moet komen in Breda, zeg maar? Ja, maar ik denk voor ons ook. Kijk, wij zitten misschien wel in een andere situatie. Maar ik denk ook voor ons, moeten is een groot woord. Maar ik denk dat het een hele belangrijke wedstrijd is. Ik denk, ik wil geen onnodig druk zetten op onszelf. Maar ik denk, een van de grootste wedstrijden van dit seizoen, denk ik, een hele belangrijke. Omdat als je wint, dat je een hele grote stap maakt voor directe handhaving. Want dan zet je Rode JC volgens mij op 13 punten. En dat is een hele grote gat, zeg maar. Ja, vol voor de 3 punten dus. Ja, 100%. Daar gaan wij zeker voor. Een goede week gehad. Een goede trainingsweek. Een hele goede. Dus ik heb er echt heel veel vertrouwen in, ja.